Patatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we hebben een nieuwe stofzuiger. Ja, ik ben heel benieuwd hoe die het doet. Want ik wil de hele tijd zo'n draadloos ding. Hij is snoerloos, het is alleen geen Dyson. Het is geen Dyson, maar ja, wij zaten laatst bij had zijn B. En daar stond hij. Ja. We waren niet heel enthousiast. Demo en zo, alles. Die man legt alles uit. En met de rijskorrels op de grond en het is super cool, echt helemaal amazing. Nou, wij vonden het niet zo amazing, want die rijskorrels die gingen overal heen. Ja. Dus ik heb op vakantieveilingen een Turbotronic gewonnen. Turbotronic, ja, nou ja. Gezondheid. Nou ja, het is dus nodig dat we gaan stofzuigen. Ga hem even laten zien. Jij hem... Er staat wel een hond op. Rustig uitpakt. Ja, ik had iets van een review gelezen dat tapijt en dat soort dingen niet zo... Maar er staat wel pet care brush. Ja, er zit een, als het goed is een tiendelige... oh ja, hier staat het. Tiendelige... opzetstukjes. Set. Dat is wel handig voor de honden. Nou, we gaan gewoon eens even kijken hoor. Nou ja, ten overstaande van een Dyson, die, hoeveel was die? 500? Ja, 500, 600. Deze hebben we voor 80 euro. Een zak. Ik weet niet wat het is. Nou, ja, daar kun je waarschijnlijk wel die, die postertjes en zo in stoppen. Ja. Het lijkt wel zo'n, zo'n kappers-tas. Ja, het is voor je schaartjes erin. Nou, het is wel een leuke kleur. Ja. Shiny. Deze zou ik er gewoon zo uithalen. Ja. Langzaam maar zeker komen we bij. Ruikt wel lekker. Huh? Ja, nog wel. Ja. Wat is dit? Een douchekop. Waarom is Mojo nou Reggie aan het... douchekop. Misschien is dat dat hondending. Possible, possible. Het is inderdaad wel een leuke kleur. Leuker dan rood, vind ik. Het lijkt wel zo'n bladblazer. Ja. Nou ja, aangezien wij dus twee honden hebben. En je zou nu zeggen, maar ze verharen als pest. Die eigenlijk gewoon elke dag stofzuigen. En dan met zo'n draad erachteraan. En die doet trekken. Ja. De stofzuiger gaat linksaf wanneer je rechts wil. En dan knalt hij weer tegen de drinkbak van de hondjes. Ja, en als we dadelijk een kindje hebben, willen we die ook gewoon leuk op de grond laten spelen. Zullen we voor het technische gedeelte eventjes ruilen van positie? Hey, wat? Zit je mij te onderschatten hier zo? Kijk hoor. Nou, we gaan hem even in elkaar zetten en dan laten we zo zien... of hij het doet of niet, en zo. Ik denk dat we hem even moeten opladen. Gaat hij lekker, Mo? Echt, hè? We hebben het over stofzuigers en Mo die raakt helemaal opgewonden. Ja, dat kan ook zijn. Oké. Okay. Oké, we gaan hem nu testen. Bij... En bij de honden, bench, ding. Weet het zo niet. Bij de hondenmand. Er ligt altijd lekkere fladders van haar. Mo. We gaan eens even kijken of we het een beetje opgezogen krijgen. Hou jij hem in de haas nou? Go. Zie je het goed? Ja. Mo. Ga weg. Oké. Okay. Hij kan harder. Nee. Nou. We zijn klaar.
Ja, goed, hier ja. Hier zitten natuurlijk wat haartjes, dan moeten we even kijken of we dat een beetje oké schoon krijgen. Ja, maar met het stofzuiger ook natuurlijk. Dat ze een beetje gaan afborstelen en zo. Ja. Nou, ik hoop dat die bevalt, want dan ben ik er echt heel erg blij mee. Als je dat doet terwijl het die aanstaat, dan zaakt hij meteen op. Ja, precies. Kijken of er hier wat wonder in. Zo. Jezus. De kont moet er ook nog op. Wel. Ja? Het gat is alleen wat groter. Hij is er helemaal van ondersteboven. Nee, hè? Normaal zet ik gewoon die stofzuiger op. Dan zie je echt dat vel. Ja. Ik zie geen haartjes. Ik heb ook niet echt bewijs dat er ook maar iets is opgezogen. Maar ja? Ze vonden het wel lekker. Nou ja, Betty? Nou, al met al zijn we dus positief verrast door de Subtronic, de VS Mark 180. En nou ja, vond je dit nou een leuke video? Kopen er dan zelf ook een. En duimpje omhoog zeg ik. Duimpje omhoog, subscriben en tot de volgende weer. Tot de volgende keer. Ciao. Ciao. Ciao.